Ik zet mij in voor eerlijk werk samen met onze vakbondspartner in Guatemala leden te trainen in wat hun rechten zijn. Zodat zij weten dat het helemaal niet normaal is om ontslagen te worden omdat je een paar dagen ziek thuis bent geweest. Ik zet me in voor eerlijk werk door met Nederlandse bedrijven te bespreken wat zij kunnen doen. Om ervoor te zorgen dat ook in hun toeleveringsketens ruimte is voor vakbonden om hun werk te kunnen doen. En dat werknemers op die manier voor hun eigen rechten op kunnen komen. Ik zet mij in voor eerlijk werk wereldwijd door de focus te leggen op de samenwerking met bedrijven in Nederland en in het buitenland. Onlangs is in Benin een MeToo-discussie ontstaan die veel losmaakt. Samen met mijn vakbondspartner in Afrika maak ik me sterk om geweld en intimidatie op het werk juridisch tegen te gaan. Door bewustwording hier in Nederland kunnen we daadwerkelijk actie ondernemen en draag ik een steentje bij in het bereiken van eerlijk werk wereldwijd.